In deze review kom jij alles te weten over de nieuwe Revit Spark Air jas. Deze motorjas met capuchon is vooral geschikt voor de urban sportrijder die veelal in het zomerseizoen actief is. De video staat op het punt van beginnen, dus blijf vooral lekker kijken. Hallo iedereen, mijn naam is Joël van Champion Helmets. Voordat we beginnen met de video, wil ik jullie vragen om te abonneren op ons YouTube kanaal. Zo blijf jij up-to-date als het gaat om de nieuwste reviews, roadtests en guides. Vergeet de video ook niet te liken en een opmerking achter te laten bij eventuele vragen of feedback. In iedere studio review bespreken we een vaste volgorde aan onderwerpen. Voordat we de diepte induiken, neem ik eerst een aantal algemene punten met jullie door. De Spark Air is geproduceerd uit drie verschillende soorten materiaal. Een volledig geventileerd softshell jack met capuchon voor de speeltuin in de stad. Dit is hoe Revit de jas zelf omschrijft, waarbij met speeltuin in de stad verwezen wordt naar het stedelijke gebied waarin motor gereden wordt. De jas is bedoeld voor de warmere periodes en komt met een verkoopadviesprijs van 219,99 euro. Hiermee valt de jas in het middensegment. Er zijn twee verschillende kleuren waarin de jas geleverd kan worden, namelijk antraciet en blauw. Waar de meeste Revit-jassen van de nieuwe collectie te bestellen zijn in de maten 46 tot en met 58, is deze jas beschikbaar in de maten S tot 3xL. 3x nu we de basisinformatie afgehandeld hebben, kunnen we wat meer op de details induiken in de volgende onderdelen van deze review. Voordat we onze licht laten schijnen op de onderdelen bescherming en comfort, gaan we de review beginnen met het onderdeel materiaal. Ik vertelde net al kort dat de Spark Air gemaakt is uit drie verschillende soorten materiaal. Het eerste materiaal dat ik graag wil uitlichten is het speciale 3D-gaas waar het grootste gedeelte van de jas uit bestaat. De gehele buitenkant van de jas, op de binnenkant van de armen en dijen na, is namelijk gemaakt van dit speciale 3D-gaas. Dit is een gebreide stof met een open, driedimensionale structuur. Het materiaal moet zorgen voor extra luchtstroming naar het lichaam. Door deze luchtstroom beweegt de wind makkelijk door de jas heen en blijf je lekker gekoeld tijdens het rijden in warm weer. Zoals ik zojuist al zei, is het 3D-gaas niet gevestigd op de dijen en de binnenkant van de armen. Dit komt omdat het tweede materiaal waar de jas van gemaakt is, hier is gevestigd. Het zogenoemde stretch polyester is op deze plekken toegevoegd aan de jas voor extra bewegingsvrijheid tijdens het motorrijden. Het polyester kenmerkt zich als eerste door de rekbaarheid van het materiaal. Iets wat vaak onderbelicht wordt, is het feit dat dit materiaal ook een goede bescherming biedt tegen scheuren. Dit is een bijkomend voordeel, wat op zijn beurt de jas veilig maakt. Maar over veiligheid later meer. Het laatste materiaal dat op de jas verwerkt is, is reflectiemateriaal. Er is een horizontale reflectiestrip gevestigd op de borstkas die doorloopt op de rug. Deze is toegevoegd voor extra zichtbaarheid tijdens het rijden op de weg. Om de look van de jas te verbeteren zijn de reflectiegedeeltes op de jas gelamineerd. Dit zorgt ervoor dat de ouderwetse stiknaden overbodig zijn. Zo ziet de afwerking van de jas er niet alleen mooier uit, maar biedt het ook meer bescherming. De reflectiestrip biedt vooral een uitkomst wanneer je motor rijdt in de nacht of in schemerend weer. Nu we alle materialen van de Spark Air behandeld hebben, kunnen we doorgaan naar het volgende hoofdstuk, waarin we dieper ingaan op de bescherming van de jas. Wanneer er gekeken wordt naar de nieuwste collectie Revit jassen, valt op dat alle jassen uitgerust zijn met schouder- en elleboogprotectie. De Revit Spark Air vormt hierop geen uitzondering en bevat ook level 1 Seasmart bescherming. Zoals je hier kunt zien zijn de protectoren erg makkelijk uit te nemen. De Seasmart protectoren voelen zacht aan rond de gevrichten en zijn blauw van kleur. Ondanks dat de bescherming zacht aanvoelt, is het toch in staat om zware klappen en dus impact op te vangen. De meeste Revit-jassen van de 2022 collectie zijn voorbereid op de Type RV Backprotectors. Dit houdt in dat er een Type RV rugprotector in de jas geschoven kan worden, mits deze apart bijgekocht wordt. Ook de Spark Air is voorbereid op Type RV Backprotector van Seasoft-materiaal. Zoals je hier kan zien, is er aan de binnenkant van de jas ruimte vrijgehouden voor de protector. Het materiaal van Seasoft en C-Smart hebben in feite dezelfde kenmerken. Zo voelen ze beide zacht aan en bieden ze goede bescherming tegen klappen en onverwachte impact. Nu we de bescherming van de Spark Air jas behandeld hebben, kunnen we doorgaan naar het laatste hoofdstuk, comfort. In dit hoofdstuk kijken we altijd naar het comfort, oftewel de gebruiksvriendelijkheid van de jas. Het eerste wat opvalt aan de Motias van Revit zijn de jaszakken. De Spark Air kent twee erg ruime jaszakken die gevestigd zijn aan de voorkant. De zakken zijn toegevoegd voor gemak en om spullen veilig op te bergen. De Motias heeft daarentegen geen binnenzakken. De Spark Air heeft een niet afneembare capuchon die vastgezet is met een drukknop. Hierdoor hoef je jezelf geen zorgen te maken over het eventueel flapperen van de capuchon tijdens het rijden met veel windweerstand. De mouwen van de Spark Air hebben duimlussen aan het einde. Deze dienen als windvangers, maar ontlasten ook de polsen tijdens het motorrijden. Tijdens de productie van de Spark Air is er door Revit veel rekening gehouden met het design. Ze wilde Revit een motorjas ontwikkelen die een casual en sportieve aantrekking had. Zo, so, dat was een video vol met informatie over de Spark Air. De motorjas van Revit is geschikt voor de urban rider die een betaalbare, dynamische en goed gekoelde motorjas wil. De Spark Air is vooral geschikt voor de warmere periodes van het jaar. Denk jij dat deze Revit Spark Air voor jou geschikt is? Breng dan een bezoek aan onze webshop op www.championhelmets.nl Op de site bieden we de laagste prijsgarantie en kortingsbundels. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze review, stel ze dan gerust. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Joël van Champion Helmets en hopelijk tot de volgende keer.